Voedselbanken zijn belangrijk voor de armoedebestrijding in ons land. Dus moet er voldoende aandacht hieraan worden gegeven. NPS-parlementariër Patricia Etnel brak in het hoogste college van staat een lans voor de voedselbank, omdat de prijzen in de winkels waarschijnlijk niet zullen dalen bij de stabilisatie van de economie. Etnel vindt dat voedselbanken een van de modellen is om gezinnen uit armoede te helpen. We hoeven geen problemen te hebben in Suriname. Echt niet met gezinnen. Het hoeft niet. Als we een gericht systeem hebben en je kan het vanuit die voedselbank trekken, kan je die gezinnen richtig begeleiden. En met een stukje kennis, know-how en kunde kun je de gezinnen incentives geven om uit die armoede te komen. Want in Suriname hoef je niet in armoede te leven. Je hoeft niet. Als je die goede adviezen krijgt, die richtige begeleiding, kom je er zeker uit. Maar ik mis dat. En daarom ga ik voor die decentralisatie. Want wanneer je verkokering hebt van beleid, ga je niet tot die incentives kunnen komen. Want elke ministerie doet zijn eigen ding. Eén onderwerp, één, verschillende ministeries gaan erover. En allemaal doen hun eigen ding. Nergens komen ze samen om iets samen aan te pakken voor beter. NDP-parlementariër John Wilson ondersteunt Etnel op dit vraagstuk en vindt dat er genoeg modellen zijn om zwakke huishoudens uit armoede te helpen. Wilson benadrukt. Daarmee bedoel ik dat de gelden die worden gegeven aan deze zwakke huishoudens door middel van sociale en maatschappelijke begeleiding deze zwakke huishoudens moeten geleerd moeten worden om goed te budgetteren, zodat ze kunnen komen uit die armoede. We moeten eens ook afkomen van zwakke huishoudens. De NDP-parlementariër John Wilson gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de begrotingsbehandeling 2021 en de behandeling van het herstelplan 2020-2022.